zo mooi als ze glimlacht, weet je? Ja, haar ogen en haar lach. En die tandjes. Die witte tandjes. Ik denk dat ze Colgate White gebruikt. Hey. Oh. Sup, Jeffrey? Chick. Jij hebt onze Fransman vermoord. Nu moet jij dood. Oeh, ik dacht dat hij geen geweer had. nu de verschoten, hè, maar ik zou mij niet afschieten, zo, want weet je dat. Nee, maar serieus, als je mij afschiet, moet je mijn lijk wegdoen, dan gaan de buren wakker worden en dan moet je me dan afbloeden dat gras halen. Dat is niet gemakkelijk, hoor. Pa 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 pa. Mama, ze wilt je daar gaat over. Fransman, ik klop niet, je moet dood zijn. Jeffrey! Onze baas is samen CIA-agent. Ik had het kunnen weten, een vrouw was don. We kunnen haar niet vertrouwen! Man, ik wist van niets. Maak dat de onderbaas maar wijs. Die heeft de basis. Juist? Ah nee, want dat is met de goeie. Oei, ze heet de goeie! Ik snap niet echt meer hoe het zit nu, dus... Dwars de dwapijtje. Simon, ik kan echt geen Frans. Kunnen jullie een... Ja, jongens, hé! Het is hier wel mijn show, hè. Hé. Hey. Jongens? Zit je nu bij de CIA? Of bij de maffia? Want ik begrijp het allemaal niet meer. Dank je, Topika Kozer. Ik was undercover voor de maffia als jouw vriend. Maar voor de CIA was ik undercover bij de maffia. Eigenlijk ben ik gewoon undercover als acteur in een docuserie. Wat is het? Hij hoort in ieder geval niet meer bij mij. Osama! Bedankt. Wacht, dus jij werd undercover? Onder een cover? Dat is onder coverception. Of coverception. Een bolletje of de Titanic. Wie moet er nu baas zijn? Shotgun. Altijd alleen bij vorderingen. Diepstop baas. Gadverkaaf. Ik heb geen tekst meer gekregen.